En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. En dan gaat deze bal er wel in. Ja, het was gewoon een kwestie van tijd. Hij deed het. Wat een blunder deze bal. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Wat gaat hij doen? Ja, en zo gaat hij er makkelijk in natuurlijk. Nu moet je niet missen. Dat zou een flater zijn. Shevchenko. Zico. Het gaat hier alle kanten op. Kort naar de tegentreffer. Doen ze wat terug en brengen de stand weer in evenwicht. Deze kan erin. Doelpunt, ja. Natuurlijk, die noteren we ook. En zo gaan ze recht op de winst af. Nou, die steekbal lijkt aan te komen. De bal komt aan. Voorzet recht voor het doel. Oh, wat is het leven van een commentator toch mooi als ze dit soort doelpunten gaan maken. Eigenlijk, ja, dit kan gewoon niet. Dit is eigenlijk alleen... Steekpaas komt aan en Shevchenko gaat door. En weer gaat hij erin. Kort na die andere goal, het is weer gelijk. Ian Wright, weet hij hier wat van te maken? Ja, hij gaat erin. Moeder, pak de leuning. Ze staan nu voor, uit de dood herrezen. Raheem Sterling. Goede voorzet. Teruggelegd. Raak! Binnen, zeggen ze in België. En zo staat...